Zo, nou, Roderick heeft lekker een Coca-Cola voor mij besteld en een lekker Turkse pizza. Nou, wat wil je anders? Yo, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karike. En Roderick, ja, dat zijn wij. Ja. Het is vandaag vrijdag 25 juni 2021. En het is nu 3:30 in de middag. Zoals je ziet lig ik nog op bed. Ik voel me ook niet lekker vandaag. Dus ik weet niet hoeveel ik ga vloggen. Ik probeer wel wat te vloggen, maar ik voel me totaal niet lekker. Ik was wel uit, maar nee. Ik voel me gewoon niet lekker, dus ja. Ik ga het meemaken. En voor de rest wens ik jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja mensen, ik zit nu weer even lekker op de bank. Lekker in mijn gewoon lekker makkelijke kleding. Au. Dat doet zeer in mijn keel als ik zo ga gapen en adem ga halen. Maar oké, maakt helemaal niet uit. Zoals jullie zien voel ik me niet echt lekker. Maar ik lig wel lekker op de bank met de katten lekker bij me. Maar Roderick die belde me zo lief. En die heeft eten voor me besteld. En wat drinken. Daar ben ik heel blij mee. Een shout-out naar mijn eigen lieve mannetje. Die ik nou niet kan bedanken. Gewoon lekker om een knuffel om hem heen te slaan. Een kus te geven. Helemaal niet. Dus dat mis ik heel erg. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga jullie laten zien wat hij heeft besteld voor mij. En dan ga ik even genieten van mijn eten. Ik heb heel weinig gevlogd tot nu toe. Ik heb mama ook aan de telefoon. Dus ja, komt goed hoop ik toch. Dat het weer een beetje sneller in de lift in gaat. Dat het weer wat beter gaat. Want ik ben het wel een beetje zat. Maar ja, dit heb je ook niet voor het kiezen. Nee. Nou, ik ga mijn kamer draaien. Ik ga jullie laten zien wat Rood voor me heeft besteld. Zo, nou. Roderick heeft lekker een Coca-Cola voor mij besteld en een lekker Turkse pizza. Nou, wat wil je anders? Nou, dat heeft hij goed gedaan. Hij belde me ook op van welke wil je, waar wil je het vandaan? Nou, dan maar gewoon lekker bij Pico. Ook goed, en want hier hebben we geen Maas, dus ja. 2 uurtjes, oké. Oh, dan ben je lekker op tijd klaar. Zo, hij is lekker warm, jongens. Echt waar. Lekker, 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 lekker. Dus ik ga lekker smullen. En Roderick, die gaat zo meteen zijn loopdienst doen. Dus waarschijnlijk ga ik hem zo meteen bellen. En dan ga ik weer even ophangen met mama. Kan ook, moet ook gebeuren. En dan ga ik nu even lekker smullen. Hé, meisje. Wat denk je? Ja, die heb ik even voor de zekerheid. Gewoon met een sopje erbij. Nee, die is niet voor jou, schatje. Hé, meisje. Hé, kind. Ja, je verhaalt ook als een jekko. Ja. Hm? Geef niet hoor, wijfie. Pyjama broekje aan. Deze heb ik trouwens bij de Primark gedaan. Die zit heerlijk. Ook niet strak, helemaal niks. Noppenaden. Nee, die is niet voor jou. Nou, kom, lopen. Ja, je kan niet sproeien, schat. Daar ben je lekker voor geholpen. Ja. He? En alles wat er in jou kapot kon, dat was er bij jou kapot. Hè? Moet eens kijken hoe goed je het nu allemaal doet, jij. Ja. Hm? Ja. Nou, mama gaat even eten, ja. Nee. Moet ook gebeuren. Ja. Ja, lieve mensen. Ja. Het is inmiddels alweer 12:15. En u kan me wel gek vinden. Idioot vinden. Mag allemaal. Vind ik helemaal niet erg. Maar ik ben wel vandaag even weer voor het eerst eventjes een klein blokje naar buiten geweest. Dat ik wel eventjes mijn hondjes zien. Dat was rond een uurtje of 10:30 in de avond. Dus ik was niemand tot last. Wat ga je doen, Messi? Wat ga je doen? Oh, daar naartoe. En ik heb Lady nu lekker bij me. Dus ik zal lekker naar buiten moeten. Mag weliswaar niet. Maar ik word anders helemaal gek. Ik heb maar een klein blokje gelopen. Maar ja. Het zal wel, maar dat maakt niet uit. Alles om
lekker even naar buiten te kunnen. En zoveel mensen lopen hier niet buiten. Overdags ook niet. En vooral hoe ik loop niet. Dus ja. Zodat er gaat, kom ik weinig mensen tegen. En vooral in het weekend is het heel rustig. Hé, meisje. Ja, dat moet ik nog opruimen, schatje. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Dus nee, maar ach ja. Kan gebeuren. Ik heb weinig gevlogd, wat ik al zei. Ik voelde me echt gewoon niet lekker vandaag. En dat kennen jullie ook wel een beetje aan me zien, denk ik. Maar oké. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Gezellig met een Speedo hier. Ja, Speed. Ja. Dus, vond je deze video nou interessant, leuk, what else, maakt me niet uit. Vergeet niet te abonneren, doe het belletje aan, dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. En dan zien we dan weer hoe ik me voel.